Goedemorgen, het is donderdag en we hebben hier waterpokken in huis, bij de kleine in ieder geval. Het heerst al zo lang, maar nu heeft ze, zeg maar, ze heeft het heel minimaal, maar het was niet heel lekker. Dus ik kwam vandaag weer werken aan deze glazen wand, een dingetje afronden. Als het goed is, hebben ze gouden deurhendels kunnen scoren, maken. I don't know, ik weet niet, ik kwam ineens, we hebben die gouden deurhendels, dus yes. Dus als het goed is, gaan die er vandaag op. Maar we zitten dus met de zieke. Ik denk dat we gewoon maar beneden. Maar die is ook van. Die is ook van. Van Lion King, ja. Maar dan, ja, ik denk dat we maar gewoon beneden met Mila gaan zitten. Terwijl dat allemaal gewoon. Normaal zouden we weggaan of zo. Of iets leuks gaan doen. Maar ja, het is niet lekker. Dus. Dr. Siem in the building. Oh. Koffie. Ik had baby Chino, dus melk gezet voor baby Chino. Daar hebben we er 2 van op. En de overige melk heb ik nu gegooid bij mijn dubbele espresso. Het is echt perfect. Outfit of the day was. We zijn daar aan het spelen. Kastelen was. Alles. Was. Voetbal hier in huis. Woe! Ik heb 1 voor jou. Oh, een cakeje? Hey, je mag niet een scheidsrechter omkopen. Dank je. Oh, dat is fijn. Scheidsrechter omkopen. Ga maar even daar staan. Gaan we zorgen dat je gaat winnen. Ja. Die was mis hoor. Die was niet goed. Die was ruim. Jawel, papa heeft de punten. Ja. Yes. Dan moet je wel fluiten, mama. Jongens, deze dag duurt om de een of andere reden zo lang. We hadden echt om 1:30 al het gevoel dat het 6 uur was. Ik had gestorried. Vet veel mensen zijn ook al. Het lijkt wel alsof ik al 14 uur op kantoor zit, man. Meanwhile zit ik een havermout dingetje te maken. Ik heb gehoord dat dat werkt. Dan vul je een washandje met havermout. Knoop erin met een elastiek en dan in bad. Dat schijnt te helpen tegen waterpokken. Dus, ja. Verder op. Oké, lekker veel havermout. Vriendin zei dat het echt super goed werkte, dat het gewoon gelijk alles uitdroogde. Dus dat is wat je wil natuurlijk. Ik dacht ik doe zo'n hydrofiel, dat is misschien makkelijker dan een handdoeken washand, zeg maar. Zou dit goed zijn? Zoiets. Zo. Hoppa. Ha. Lekker zeg. Mam. Ja. Jongens, kijk nou even hoe cool dit beddengoed is. Wat we van Snurk hebben gekocht. We waren daar ooit. Ja. Ja. En dan ga je zo ronder liggen. Kijk, de kroon. En dan ben je een prinses. Echt vet cute. Ah, oh, is zo leuk. We hebben ook eentje met een ijsje. Als in, dan heb je een hoorntje en een ijsje. Nou, echt zo schattig. Hey guys, het is 7:15. Gesloopt naar vandaag thuis geweest. Gevoel dat je niks hebt gedaan. Maar toch, lange dag. Weet je, kind ziekig. Ik heb Creo's ketting nog om. Ik heb zo meteen een feestje, een event. Een soort netwerkevent van een vriend van ons. We zouden eigenlijk allebei gaan, maar we hebben de oppas gecanceld. Zodat Creo bij Mille kan zijn en dan kan ik gaan. Ik ben zo moe. Ik moet mezelf echt oprapen. Echt. I can do this. Energie. Energie. Ik denk dat ik zo lekker een kop koffie neem voordat ik ga. En dan, nou jullie kennen me. Dan ga ik door het dak natuurlijk na 5 koffie. This is my life now. ik ga me even klaarmaken. Ja. Oké, jongens, ik wil dus deze aan. Dit had ik in gedachten. Ik doe die rabannenbroek aan. Ik had hem laatst al aan in een podcast ook. Ik vind hem zo vet. Maar het is een soort van netwerk V party is. Kijk, ik moet niet meer een. Nee, je moet lekker aan doen wat je zelf wil. Ik zou niet in een galajurk komen of een partydress. Maar ik vond deze wel leuk. Voor erbij. Maar wat doen we erboven? We kunnen zwart, zilver, goud. Ik dacht sowieso die oorbellen. Als ik die erbij doe, is het leuk. Ja, dat met sieraden moet wel lukken. Ik zit meer denken schoenen, witte gym. Ik heb zo pijn in mijn voeten. Ik kan echt geen hak aan. Ja, ik denk witte gimpen. Wit erboven? Is dat gek? Witte blouse misschien of zo? Oké, moment. Oké, ik heb de broek aan, maar ik vind. Het is
beetje wit of zo. Snap je wat ik bedoel? Zeg ik te veel metallic op metallic? Nee. Wat vinden we hiervan? Zo'n cool trui. Het is wel heel warm ook. Kan heel leuk zijn, wacht. Oeh, of een kobertje wel voor een zwart hemdje, zo. Zeg maar. Ik wil echt, ik zoek eigenlijk nog een perfecte kobertje hoor, maar... Nee, hè? Nee. Deze is ook best leuk. Dit is een Jill Sander blouseje die ik ooit tweedehands kocht. Je ziet het nu niet, maar die heeft een soort vakken. Maar nee, ik voel het niet helemaal zo. Moet dit hem dan toch zijn? Netwerkboedel outfit, yes or no? Misschien wel, hè? Zullen we deze doen? Gewoon een hemdje die ik er onderaan heb. Ja. Jongens, check deze. En dan, hop, mijn oma's tasje erbij. Is it too bling? Is it too much? Of vinden we het cool? Deze is dus van mijn oma geweest. En die heb ik, nou, ze is 10 jaar geleden overleden of zo. Toen kreeg ik deze. Het is gewoon echt een random mooi zilver tasje. Hij is echt prachtig. Zo vaak gedragen. Premières, feestjes, zakelijke meetings, alles. Het is gewoon echt oprecht. Het past ook helemaal niet veel in. Het is helemaal niet een handige tas of zo. Oh my god, wat is dit? Oh my god. Oké, nou de laatste keer. Zie ik. Met Manon en Dwayne hier. Met Gregor. Hoe leuk is dat? Goed. Deze dus. Hey Vovski, wat vind je van deze outfit? Leuk. Leuk hè? Is die broek niet te koud? Nee, die is heel warm, die is vol. En ik heb ook een wollen hemdje aan. Maar kijk, we hebben ook een tasje erbij. Leuk hè? Ja. Was je in slaap gevallen? Ja. Daar ga ik. Fresh face. Wat een idee. Nee, ik heb wel echt zin. Even kijken. Oh, een dingetje. Het tasje. Oh, love it. Ik heb trouwens wel eens vaker gekeken of er niet een soortgelijk vervangend zilver tasje is. Niet vervangen, maar meer van. Omdat ik altijd deze pak. Zo van misschien vind ik wel iets van de merk nooit iets kunnen vinden. Er komt niks in de buurt van dit zilver tasje. Niks. Nothing. Make-up time. Oké. Nieuwe mascara aanbreken, die Essence. Ik had hem gisteren gescoord. Die dubbele moest echt weg. Oké, deze is helemaal insta-famous, maar... De OG oude mensen, zoals ik, die kennen deze van vroeger. Was geloof ik 4 euro of zo. Dat is super cheap. Heerlijk. Zo. Tada. Oh, oorbellen. Ik ga geen goudzin doen. Ik ga dus in mijn eentje. En mensen vinden dat soms best wel bijzonder. Zo van, wow, ga je eentje naar een feestje of naar een dingetje? Ja, ik heb er niet zoveel moeite mee eigenlijk. Het dwingt me juist om nieuwe mensen leren kennen. 9 van 10 uur denk ik, ja, ik zie toch wel bekend of zo. Maar meer van, ik vind het altijd wel leuk om te oefenen of zo. Zeker nu, dit is een soort van netwerkding dan. Ga ik gewoon kletsen met mensen. Dat boeit me allemaal niet, joh. Zo. Is het leuk, ja? Zo, dan moet ik even kijken hoor, die armband. Oké, final look. Geur. Springtime in een park, waarom ook niet?
huidige favoriet. En de look. De broek. Daaronder zo'n zwart hemdje. Dan colbertje. En een tasje. Schoenen staan nog beneden, maar ja. Oh my god, guys. Ik kom net aan en ik neem een smintje. En ik stiek me toch een partij van de deur. Gewoon, ik moet zo. Op een gegeven moment hadden mensen dat door. En ik loop daar, ik maak geluiden. En ik deed echt een. En ik heb hem eruit gekregen. Ik dacht echt, that's it. Ik voel me dan weer voor de adem te horen. Ik ging echt, wauw. Amen, amen. Weer thuis. Lekker naar bed. Arme meid voelt zich helemaal niet lekker. Dus ik ga de vlog afsluiten. Wel te rusten. Bedankt voor het kijken tomorrow.